te lang. Zeven had je sowieso niet heel veel. Wat is die dan? Ik denk dat ik heel even wacht. Ga weg. Nee! Ik heb zo min mogelijk damage te pakken, maar... Van die rotschildpadden. En die geven natuurlijk geen helft terug. Haat. Aan die schildpadden. Dus ja, turtles, schildpadden, potato, potato. Nou, met 6 hartjes dan. Ja, en dat worden er meteen 4. Uitkijken. Ik zal rustig aan doen. Oh. Oh, die was mis. In je face. Oeh. Angel, wanneer was je jarig dan? 20 mei. Oh, nog gefeliciteerd. En wat heb je gekregen? Ja, wat Peter zegt. Skip, skip, skip. Eindelijk. Goed, nou gaan we verder. Mijn 5 deaths is het niet heel leuk. Ah. Ja, ik wil het niet nog een keer lezen. Ja. Ja, dank je. Het duurde even. Ja. Een deeltje van volgens. Oh, vet. Dat is wel vet. Do you understand? Yes, I did. By the way of the hero lead to the Triforce. Wrong way. Ik denk dat ik gewoon weer hier langs moet, hè? Oh. Nou, nu we dit hebben gedaan. Oké, jongens, we gaan een beetje door elkaar. Ik ga nou niet naar 2. Ik denk dat ik eerst naar 4 ga zelfs. Oh, het is lead tijd. Ja, ja, lead. Ik heb iets op Skype gestuurd, ik heb een beetje... Oké. Als ik tijd heb, dan zal ik wel lezen. Oh, dat was niet de bedoeling.
Oh wacht, dat is niet Jess, dat is Rick. Ik heb even geen tijd of geen. Ik heb misschien wel tijd, maar heb ik even geen behoefte aan. Ik zal ze wel even lezen, yes. Ik ga mijn Skype weer even op minimize. Ja, ik had het, Shanti, ik had het gezien. Het ging over onze meeting. Ja, ik ben er sowieso, dus wat dat betreft, ja, kijk maar wat je doet. Wacht, ik ga eerst nog iets anders doen. Het zat hier beneden volgens mij. Oh, bevroren brood, dat is lekker man. Ik zweer het. Dat vind ik echt lekker. Lekker lekker. Ja, sowieso. Oh ja. Oh, veel succes, yes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, moet die daar. Die hebben, ja. Goeie actie, Peter! Die vond ik scherp. En dan nu is het tijd voor een liedje. Of niet? Oh, wacht. Het is tijd voor liedje. Congrats Rick, vet! Goed gedaan man. Super. En je had het Banjo Hero volgens mij, hè? Ja, Banjo Hero. Woo! Ja! Ja, Ricardo, we gaan hard! Dansen, denk ik. Oké, dat gaat dus niet werken. Dan ga ik op een andere manier in het dorp komen. Zijn zat manier. Tuurlijk. Link to the Past is een freaking nice game. Maar hoe kwamen we daar ook alweer? Volgens mij ga ik echt helemaal verkeerd ATM. Oh wacht, ik kan het natuurlijk veel makkelijker doen. Lol. Oké, veel plezier met leren. Moet je goed doen, hè? Altijd favorite Zelda. Zeker weten. Ook voor mij. Maar zo vaak uitgespeeld. Ah, autotheorie leren. Ah, dat is wel belangrijk. Leren en plezier is onmogelijk. Ben ik het niet mee eens. En ik ga je zeggen waarom. Als je een game voor het eerst speelt, ik speel een puzzelgame, ben je eigenlijk ook kind of aan het leren, vind ik. Althans, dan train je je hersenen en dat is ook leren. En dat is wel leuk. Ik ben het er niet mee eens. Leren en plezier kan best samen. Aardrijkskunde, ja, dat is niet leuk. Maar ja, dan noem je ook een vak op ook. Aardrijkskunde, Angel. Oh, 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 oh. Ja, daar ben ik niet vrolijk van aardrijkskunde.
Mensen leren van school en zo neemt. Ja, dan is... Nou, ben ik het ook nog niet eens mee. Ik vind wiskunde vind ik hartstikke leuk om te doen. Noem me een nerd of zo, maar... Wel, als ik zoiets moet doen, dan vind ik het helemaal niet zo erg. We gaan nou alles lekker compleet door elkaar gooien. We gaan naar level 4. Woehoe! Ik vind het dus leuk. Sowieso. En even kijken, wat was de snelste route ook alweer? Want die moest ik hebben. Dat is de big key, dan kun je verder. Dan moet je eerst omhoog natuurlijk. Faillissement en insolventie weg. Oké. Okay. Yay, big key. Kunnen verder. Ah. Oh. En Angel, wat als je nou zegt dat je dat niet hoeft te doen? Is toch veel leuker? Company of Heroes. Pff. Dit is veel vetter. Hij moet dus leren wat game is. Ah ja, die had ik niet nodig. Ik moet eerst nog eentje naar boven volgens mij. Au. Nee! Ah. Die kan ik natuurlijk niet oppakken. Daar kom ik trouwens heel goed weg. Dan had ik ook zomaar dood kunnen zijn. Zo. Oei. Ik vind het beestje eng. Het is onvoorspelbaar. Ze geven me ook geen hartjes, dus dat vind ik sowieso niet leuk. Dat was niet de bedoeling.